We zijn hier bij de Galerie Bratinga en we gaan kijken naar werken van Karel Visser. Karel Visser is helaas overleden, maar het is een ode aan Karel Visser. En Hans Siso, die presenteert hier zijn boek. En dat is een heel interessant boekje, want het gaat ook over kunstwerk. Hij legt het ook uit en waarom hem het aantrekt. Dat gaan we nu allemaal bekijken. Ga je mee? We beginnen maar met een paar verhalen. Er gaat hier een heleboel gebeuren. Maar we beginnen met een paar verhalen. En dat vertel jij. Ja. Mag ik jouw naam? Ja, mijn naam is Nicole Dudok. Ja. En ik werk voor Rento Bratinga Galerie. Aan de Lauriergracht 80 in Amsterdam. En wij hebben op dit moment een tentoonstelling met werk van Karel Visser. Beelden, houtdrukken en collages. En achter ons zien we een paar houtdrukken. Rento Bratinga Galerie is voormalig steendrukkerij Amsterdam. En in die drukkerij heeft Karel Visser, nou ik denk ongeveer 30 jaar samengewerkt met Rento Bratinga. Aan een groot tal prachtige houtdrukken. Enkele daarvan zijn te zien nu in de tentoonstelling met een aantal beelden en collages. Maar zullen we eerst even naar een beeld lopen? Ja, welk? Nou, dat maakt niet uit. Eentje die hij gemaakt heeft. Ik sta nu bij het Vlieger. Dit is een vroeg beeld uit 1954, als ik het zo uit mijn hoofd goed weet. En wat bijzonder aan dit beeld is, is dat het... Het gaat niet alleen om de ruimte eromheen, hè, wat het beeld met de ruimte eromheen doet, maar het gaat ook, de ruimte in het beeld is ook belangrijk. Ik was een klein jongetje nog, ik denk een jaar of 8. En dan, ik woonde in Den Haag bij een vijver en in die vijver stond een monument van Karel Visser. En wij speelden daar soms een rubberbootje en wij lagen gewoon op dat beeld. En dat was gewoon heerlijk, want het werd door de zon verwarmd. En dat beeld dat is hier ergens neergedaald en dat is nooit meer weggegaan. Dus je bent eigenlijk met cultuur opgevoed en kunst? Ja, maar wel onbewust. Ik wist niet dat dat kunst was. Maar het bestond voor mij uit de mijn omgeving, zeg maar. Als een, ja, als een heel markant iets dat het onderdeel maakte uit van de wereld, zeg maar. Nou, we moeten naar binnen. Hans gaat spreken. Dankjewel. Wij zijn hier voor Hans Siso, maar natuurlijk ook het werk van Karel Visser. En het bijzondere is, het is een hommage aan Karel Visser, want hij is onlangs overleden. Nou, wij, de generatie vanuit de 60 jaren, zijn allemaal opgegroeid met één van de vaste begrippen in de beeldende kunst, met name de beeldhouwkunst, en dat was Karel Visser. En het bijzondere was, hij werkte in een diversiteit aan materialen, maar ook zijn houtsneden kwamen je veel en toch regelmatig tegen. Hier is een prachtige houtsnede die ik wel wat wil toelichten. Ik heb net gehoord van de galeriehoudster dat er is een combinatie in druk hier, waarin het oudere werk wat je eerder hebt opgenomen en de latere vormen, de slang, een combinatie vinden. En die combinatie die vond hij per ongeluk, omdat er dreigde een soort overvloed in zijn huis door water dat te veel naar beneden kwam. En toen zag hij ineens de mogelijkheden van de oudere werken en de nieuwe werken samen combineren. En dat is in deze heel mooi geslaagd. Wat hij ook deed, en waar heel veel mensen waarschijnlijk van kennen, van het Stedelijk Museum Amsterdam, dat wil ik hier nog even laten zien. Dat zal veel mensen aantrekken. Op een gegeven moment, hij werkte in diverse materialen
Hij werkte met staal, hij werkte met leer, met karton, met andere organisch materiaal. Maar op een gegeven moment was blijkbaar het avontuur op een andere manier te zoeken. En dat was in de assemblage. En dit is een prachtige vorm van assemblage. Werken die je heel veel zag hangen in het Stedelijk Museum in de jaren 80. Voor deze zeer prachtige expositie van het werk van Visser. Ik hoop dat u daar al naar heeft dus gekeken of dat u dat nog zult gaan doen. En nu dus, ikzelf, een verhaal misschien, als het wat te lang wordt, dan moet u het zeggen. Misschien kunt u dan nog even een glaasje drinken, ik weet het niet. Waar gaat het over? Net als dat boekje. Het staat hier al, Metrie, simpel in architectuur, oude architectuur en in nieuwe kunst. Dat 2×2, dat staat dus voor die simpele geometrie. U weet dus, als je dus een vierkant dus wil maken, dan kan je dat doen met 2 meter. Bij 2 meter heb je een vierkant. De x, dat is voor mijn vraag. En die vraag was, en die heb ik al sinds heel lang, wat fascineert dus een aantal architecten uit oude tijd en uit nieuwe tijd, en ook kunstenaars uit oude tijd en uit nieuwe tijd, in die simpele geometrie. Rechtsonder, daar is ook dus een piramide eigenlijk bijna identiek, behalve dan een ander materiaal, dus glas, van Pei, de Chinees-Amerikaanse architect in het Louvre of op de open binnenplaats van het Louvre. En het is dus vrijwel identiek. Maar er zit dus, als je gaat tellen, 2600 plus 1989 jaren tussen. Dus God als ook nog de grote wiskundige, als ook nog de grote meetkundige, dat is iets wat ook nog leeft tot op de dag van nu. Daar rechtsboven, daar ziet u dus een beeld van, het is niet echt dus God. Het is een andere god, het is een schepper uit een eigen mythologie van de romanticus William Blake. Maar ik heb geen andere dia kunnen vinden waarin de god dus duidelijker bezig is met inderdaad de meetkunde. Want je denkt dat dat een bliksem is, maar het is niet zo, het is een passer.